Zeker. In dit filmpje gaan we de vraag beantwoorden hoeveel woningen we verwachten op te kunnen leveren binnen de woondealperiode. Dat is van 2019 tot en met 2023. En met de projectenkaart kunnen we dat gemakkelijk, daar kunnen we gemakkelijk achter komen. Dan gaat het over het aanpassen van de opleverjaren rechts naast de kaart. We hebben nu alle standaard alle projecten aanstaan. Dat is van 22 vanaf vandaag tot en met 2040. En dan gaan we van 2019 tot 2023 van maken. Eventjes naast de filters klikken, zodat ze actief worden. Op de kaart zien we welke projecten we verwachten op te leveren in die woondeelperiode. En we zien ook direct boven de kaart een probleem. Namelijk dat we een doelstelling hebben van 15.000 woningen. Maar dat we er bruto slechts 12.877 gaan opleveren. En netto ruim 11.500. We kunnen ook zien bij de prognose hoe dat het zich over de jaren verdeelt. In 2019 best een hele hoge en zelfs een recordproductie van ruim 2500 woningen. Dan 2 jaren met toch serieus wat minder woningen, ruim 1500. En in 2022 en 2023 verwachten we weer flink omhoog te gaan met 2 keer een nieuw record in de opleveringen. Maar die woondealcijfers van 15.000 woningen gaan we dus waarschijnlijk niet halen. We kunnen ook zien welke projecten het dan gaat in die woondeelperiode. Het zijn er nogal wat, 35 pagina's met allemaal projecten waarvan we verwachten. Een deel is dus al opgeleverd en een deel zal nog opgeleverd moeten worden. Je kunt ook selecteren op opleverjaar, bijvoorbeeld huurkoop, woningtype. We kunnen zien in een overzicht wat voor een soort woningen het zijn, welke prijsklassen ze zitten. Meergezins, eengezins, hoeveel er klaar zijn, hoeveel dat nog in ontwikkeling zijn. Enzovoort, enzovoort.